Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango. Ik over de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 29 juni 2016. Dat is een bulletin van woensdag. Vandaag weer meerdere morsewoorden en een SSTV-plaatje in PD50. Op vrijdag 1 juli, overmorgen dus, als je op woensdag luistert, is het weer mogelijk om naar het ISS te luisteren. Eigenlijk schiet ik onder mijn eigen duiven, want het tijdstip vrijdag is 1 minuut na het begin van de ochtendherhaling van de Daily Minutes. Maar misschien maak ik er ook wel gebruik van door om 10:30 alleen even een aankondiging te doen en dan om 10:45 of zo pas de Daily Minutes. Zoals gebruikelijk is het ISS weer te beluisteren op 145-800 en dat gaat zelfs met een eenvoudige portabele scanner op het rubber ducky of met een amateurporto als je buiten gaat staan en niet te veel door gebouwen ingesloten bent. De website hamnieuws.nl meldt dat DMR-repeaters met Brandmeister en met het Motorola-systeem Moto Turbo nu aan elkaar gekoppeld zijn. Een kleine minderheid van de DMR-repeaters, te weten die van Amersfoort, die van Den Haag en Delfzijl, die zijn nu voor TS1-204 en TS2-20421 aan Brandmeister gekoppeld. De internationale netwerken die vooral in de VS gebruikt worden, blijven wel aan de Moto Turbo-repeaters gekoppeld. Het betekent een drietal extra toegangspunten erbij voor DMR-gebruikers die binnen Nederland verbinding willen maken op de meeste repeaters van het land en een DMR-netwerk wat nog beter dekkend is. Bovendien maakt het een einde aan voor Nederlands verkeer twee verschillende netwerken voor deze modus. Er zijn, zo weet ik, een paar amateurs geregeld op PI2NOS te horen die op een of andere manier een band met Polen hebben. Welnu, eind juli zijn er vanuit Polen, dat overwegend katholiek is, speciale roepnamen in de lucht vanwege hun vierdaags bezoek van 27 tot en met 31 juli van paus Franciscus aan het land. Het is het eerste bezoek van deze paus aan Polen. De voorlaatste paus Johannes Paulus II was de eerste paus die uit Polen kwam. In Krakau komt eind juli HF0F in de lucht. Andere speciale calls zijn onder andere HF31WID, HF2SDM en HF7SDM. Ja, en dan komen we nu aan deel 2 van de serie over digitale modus. We hebben nog enkele digitale spraakvarianten die door amateurs gebruikt worden niet genoemd. Allereerst is er Tetra. Tetra wordt ook gebruikt bij C2000. Tetra is geen C2000, maar C2000 is wel Tetra. Of beter gezegd, maakt gebruik van Tetra. Voor Tetra wordt onder amateurs soms Teamspeak of Echolink gebruikt als netwerk. Dan gaat het signaal eerst via analoog. Een echt specifiek netwerk hiervoor is bij amateurs niet in gebruik. Zowel bij System Fusion als bij Tetra klinkt het geluid heel wat natuurlijker dan bij de andere systemen. In beide gevallen komt dat door een grotere datasnelheid. Tetra gebruikt daarnaast ook een andere vocoder om de spraak te comprimeren dan de rest. Op beperkte schaal worden er amateurs in Europa ook nog met GSM geëxperimenteerd. Dat gebeurt meest in de 70 cm band. Tetra en GSM lijken overigens redelijk op elkaar. Zowel DMR, Tetra als GSM werken met tijdslots. Bij DMR gaat het om 2 tijdslots, bij Tetra om 4 en bij GSM om 8 of 16 tijdslots. Dat met die tijdslots moet ik toch even uitleggen. Bij een FM-uitzending druk je de microfoon in en dan blijft de zender aan. Als je een extra geluidskanaal wilt verzenden, dan ga je naar de frequentie die ernaast ligt. Er zijn echter ook verschillende methodes om meerdere geluidskanalen tegelijk op één frequentie uit te zenden. Bij 2 geluidskanalen verstuur je bij een systeem met tijdslots om beurten heel kort een datapakket. Bij zowel DMR als bij Tetra is de herhalingsfrequentie van die pakketjes rond de 18 Hz. Doordat het een digitale uitzending betreft, merk je in het geluid niets van dat in- en uitschakelen. Alle DMR-repeaters kunnen op deze manier dus 2 gesprekken tegelijk verzorgen. Het is bij zo'n systeem wel belangrijk dat iedereen dezelfde opvatting heeft over op welk moment de zender aan of uit moet. Bij Tetra wordt een kanaal op dezelfde manier verdeeld als bij DMR, alleen niet door 2 gebruikers, maar door 4. Of door 4 audiostreams, want je kunt ook duplexen. Bij GSM gaat het om 8 of 16 streams voor half zoveel gebruikers vanwege de duplexverbinding, die afwisselend heel kort hun zender even inschakelen. Het leuke van meerdere tijdslots is dat je repeaters kunt maken die op dezelfde frequentie zowel zenden als ontvangen. Je hebt dan ook geen duplexfilters nodig. Het Tetra-systeem ondersteunt dit, het DMR niet. Er is nog een andere modus die beslist genoemd moet worden en dat is FreeDV. FreeDV is anders dan de andere genoemde modulatiesoorten. Allereerst is FreeDV heel uitdrukkelijk open source. Het systeem is daarnaast door amateurs ontworpen. Een ander verschil is dat het systeem voor de korte golf is bedacht en voor de specifieke propagatie en vervorming die je op die banden hebt. Er wordt daarnaast naastig gewerkt om FreeDV ook op VHF en UHF in te zetten. Overigens zijn er eigenlijk geen grote verschillen tussen digitale spraakmodulatie en digitale modulatie voor tekst.
Het is met een systeem dat eigenlijk voor data, dat wil zeggen tekst, bedoeld is, mogelijk om spraak uit te zenden, bijvoorbeeld in de vorm van een mp3-bestand. En het is met de spraaksystemen ook mogelijk om tekst te versturen. Vaak is dit in de vorm van sms-achtige berichten en ook de gps-gegevens bij digitale uitzendingen, die liften op die manier op de uitzendingen mee. Spraak die praktisch direct wordt uitgezonden op zeg maar een mobielefoonachtige manier, stelt echter wel speciale eisen. Een pakket opnieuw opvragen, zoals bij Packet Radio, dat mogelijk is, is er bijvoorbeeld niet bij. Het geluidsfragment is al lang afgespeeld op het moment dat de herhaling binnenkomt. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Ik heb laatst een dipmeter gekocht. Wat is dat, een dipmeter? Dat weet ik ook niet, maar er zei iemand op de repeater dat die apparaten heel erg handig waren en dat je er vroeger zelfs niet zonder kon. Een dipmeter. Wat zou dat kunnen zijn? Ja, als het nou een dipsausmeter geweest zou zijn, dan had ik het wel geweten. Het gaat er natuurlijk niet alleen om wat die meter is, maar ook wat je ermee kunt doen. Ik weet wel wat een meter is, maar wat is nou een dip? Ik bedoel, elektronisch gesproken dan. Ik weet het trouwens al. Het is om te testen of je dipswitchers goed staan.